Ik ben Sandra van de Grootveen. Vroeger liep hier de koeien in de wei, maar nu gaan mijn vriend en ik hier een woning bouwen. Ik ben Joren van de Burgwal. Het zijn mijn zoons Neil en Owen. En we wonen nu 2 jaar in het nieuwe huis hier in Achterveld. Mooi uitzicht hier over de weilanden, lekker aan de rand. Ik ben geboren in Achterveld en mijn vriend ook. Dus de keuze was voor ons heel makkelijk dat we eigenlijk ook in Achterveld wilden blijven wonen. Ja, wij hebben ook een hut. Nou, het is een mooie plek voor de jongens om op te groeien. En jullie hebben een mooie school hier. Als kind zijn er 2 basisscholen. Ik wist van mijn jaar kende ik iedereen, want de andere basisschool was letterlijk een straat verderop. Je kon gewoon tot 's avonds laat op straat kon je spelen en dan was gewoon de afspraak, joh, als de lantaarnpalen aangaan, kom dan maar richting huis. Ik doe meestal buiten spelen en het allermeeste doe ik met mijn Lego spelen. Je kan gewoon in Achterveld, het is gewoon ja, een veilig gevoel, dus je kan gewoon naar buiten. Het is niet zo dat je bepaalde straatjes moet vermijden. Ja, ik werk zelf niet in de buurt, ik werk in Zaandam. Dus hier vandaan kan ik heel centraal eigenlijk alle kanten op. Ja, alles is hier op een steenworp afstand rijden. Ik werk dan in Utrecht, grote stad, druk, bussen, allemaal mensen. En ik vind het ook echt heerlijk als je een Achterveld in rijdt. Het is gewoon stil en het is rustig. En ja, je ziet wel gewoon mensen op straat en iedereen zegt hoi en gedag. Dat vind ik zelf heel prettig, ook op mijn leeftijd. Naast de af en toe rust is er ook veel te beleven, veel sociaal leven in het dorp. Genoeg cafés, carnaval uiteraard, is een groot ding hier in het dorp. Bijna iedereen doet er aan mee. De optocht is het spannend, want wie gaat er winnen? En dan 5 minuten later staan we met z'n allen in de kroeg een biertje te drinken. Dan is het één grote gezelligheid. Mensen vinden het leuk om een beetje te barbecuen en ook buiten een gezellig feestje te bouwen. Dus dat hoort er ook allemaal zeker bij hier in het dorp. Maar dat houdt het ook weer levendig. Wij hebben thuis 2 honden. Dus wij moeten er 2 keer per dag uit om de honden sowieso uit te laten. Maar dat doe ik met veel plezier hier. Je wandelt zo zeg maar het bos in richting Hoevelaken of richting Barneveld. Voor mij is Achterveld is wel buiten. Ja. Daar beneden zit het water en daar zit ergens kikkervisjes en soms kikkers wel kikkers. Ik ben 23, vind ik het hier niet oudbollen. Ik heb een vlinder en veel bomen, die zorgen voor het fruit. Naast het voetballen is er ook tennis uiteraard en er zijn nog meerdere sporten in het dorp. En ik zie er allemaal mensen ook buiten bootcampen en er wordt van alles georganiseerd. Dus er is dus voor iedereen wat wils. Ja, ik ben Achtervelder. Ja, vol trots. Wil jij genieten van rust en ruimte in een levendig dorp met vele voorzieningen binnen handbereik? Dan is wonen in Achterveld echt iets voor jou. In veld 1, 2 en 3 worden de laatste nieuwbouwwoningen van dit plan gebouwd. Een gevarieerd aanbod van eensgezins- en levensloopbestendige woningen, 2-kappers, vrijstaande woningen, maar ook vrije bouwkavels. Ga naar www.woneninachterveld.nl voor meer informatie en meld je aan.